Goedemorgen, mag ik u wat vragen? Remco, vertel het eens. Wij zoeken het nieuws. Wij zijn de klein nieuwsophaaldienst van Omroep West. En, okay. Hebt u het nieuws al klaarstaan? We hebben verschrikkelijk veel nieuws. Ja, we hebben een hele wand vol met nieuws. Wat zijn dat dan? Nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven? Ja, allemaal jonge startende ondernemers. De meeste komen vanuit de TU Delft. En dat zijn allemaal studenten die tijdens hun studie vaak een product ontwikkelen. Wij helpen ze hier dus om het product uit te werken en een succesvol bedrijf neer te zetten. Kunnen we even rondkijken? Ja, absoluut. Daar hebben we een achtbaan en mensen die denken van wat is nou virtual reality, dat kan toch niet zo realistisch zijn. Nou, dan heb je daar een mooie achtbaan, als je daarin gaat zitten dan denk je daarna van wauw, ik dacht echt dat ik in een achtbaan zat. Ik neem de uitdaging aan. Heel goed, ja. Nou, dat mag ik graag horen. Als je vier skibril op hebt. Ik zit er al in. Ja, kijk maar om je heen. Zo. En dan... Ja, jezus man. Ik wil eigenlijk naar buiten, hè? Ik wil meebewegen. Maar dat is ook je lichaam die daarop reageert. Dat zijn natuurlijke bewegingen, natuurlijke reacties. Ja, jezus. Ik wil het thuis hebben, joh. Oh. Ik moet wel zeggen, ik hoop dat ik vast zit. Dat zit ik niet. Het gaat tot nu toe nog goed. We zijn lekker aan het zweten, hè? Ja, zeker. Het is best wel heftig, hè? Zullen we ook een stukje vliegen doen? Ik heb het een beetje warm gekregen. Dit is een 3D-bril. En deze zal ik even bij je opdoen. We gaan vliegen dus. We gaan vliegen, ja. Alles is volledig 3D. Het licht valt uit. Nou, de buurman is nog niet onder de indruk. Ik ben niet zo bang aangelegd, vrees ik. Daar zitten mensen inderdaad op de rij hier tegenover die er wat meer moeite mee hebben, zie ik. Mijn handjes zijn wat klammig geworden. Moet je nou kijken, zeg. Er komt zelfs een auto aanrijden. Wat is dat? Ja, dit is een Carice van Carice Cars. Hij een volledig elektrisch voertuig wat binnenkort op de markt te verkrijgen is. Ik durf het bijna niet te vragen. Normaal zouden we het ook helemaal niet doen. Maar mogen we even meerijden? Ja, natuurlijk. Hiermee mag ik straks de weg op? Ja, natuurlijk. We hebben geprobeerd iets te maken wat een goede knipoog is naar alles wat vroeger mooi was. En dan de techniek eronder van de toekomst. Gas, zou ik zeggen. Gas op die lol.